Nederlandse aardbei in Boomus. Wel bijzonder interessant, 2,99. Vitamine is natuurlijk wel belangrijk, natuurlijke vitamine. Banaan heb ik nog in huis. Het is hier weer vol met promotie, om even om mee te geven hier. 2+1 gratis. En ook in vleessoorten. Maar ook dit hier, bijzonder interessant. Ja, de presentatie hier is altijd top. Van meedoen. De Mediterraan. Het zijn wat bijkomstige boodschappen, want momenteel is nog altijd de Ramadan. En ja, is hoofdzakelijk natuurlijk wel voor de nacht. Gerechten in de nacht is meestal ook wel soep. En dan een kort ontbijt rond 4 uur. Dat is het. Ik zie ook veel aanbod van kazen en zo. Alles is ter beschikking. Zo, mijn aha-stokbrood hier is nog altijd onze voorkeur en blijft onze voorkeur. Dus het ruime aanbod. Tweede gratis. Dat is ook interessant hier. Meer zaden. Dus beste mensen, tweede brood gratis. Nog even leuk in beeld de pistolees. En ook andere broodjes natuurlijk. Ik zeg bijzonder voordelig.
Hier heb je dan ook het Turks brood. Dat is ook voor altijd ter beschikking. Dat is ook wel interessant. Ja, de confituur is terug in bonus. Die is net op bij ons. Het is nu 2 plus 1 gratis. Ik kan u zeggen, dat maakt het wel een verschil in de prijs. Dus bon maman, bijzonder goed. Ja, ik zit terug met een mandje. Ik had de vorige keer al gezegd, ondanks kleine aankopen, gebruik altijd een kar. Nu stel ik terug wel het vast dat het beter is met een kar direct in de winkel te komen. Aardbeien. De aardbeien is wel de klassieke voorkeur. Dus ik heb 2 potten genomen plus 1 gratis. Dus deze pot volledig gratis. Met de bonus. Dus even de bonuskar bij de hand hebben. Dat is ook gratis te vragen hier in de winkel. Hier idem, 2 plus 1 gratis, lotus en andere zaken. Zeg, het is echt een ruim aanbod. Ook terug de Nutella. Die heb ik nog in huis, van de vorige keer ook 2 plus 1 gratis. Super. Zo, ik heb ook een klassieke muesli nodig. Ja, ik ga dit meedoen. Dit is meer een havermout. Muesli. En dan heb ik ook deze krokant muesli nog in huis. De traditionele. Maar die heb ik in huis. Die heb ik gekocht in Zuidpolder. Die zijn bijzonder goed, die drankjes. Nog altijd 1 plus 1 gratis. Ja, het is hier terug een bonus. Ongelooflijk. En dan heb je hier ook in die middengang ook altijd promoties. Tweede aan de halve prijs nu. Ja, die heb ik ook nog in huis. Ook bijzonder handig. Dus iedereen kent dat, hè. Warm water bij. En je hebt een soep voor de middag als je even weinig tijd hebt. Mooie borden hier ook. Ook interessant. Dat is ook mooi voor afwisseling. Hè? We hebben ook verschillende van die zaken thuis. Niet altijd hetzelfde. Hier heb je dan ook pannen in bonus.
50% korting. Er zijn ook wel fikse kortingen op hier. Dat is direct een verschil van 30 euro voor zo'n pan. Oh, bijzonder interessant. Ja, beste mensen, het is terug het bonusweekend hier bij Albert Heijn. Zo, dat was het. Ik zeg, het was nog even een korte aanvullende boodschappen. Omdat het nu de vastenperiode is, ik zeg hoofdzakelijk in de nacht een gerecht en dan een ontbijt om 4 uur in de ochtend. Zo, tijd voor de kassa. Misschien is wel interessant, de zelfscan. Zo, opnieuw het belang van de bonuskaart. De bonus, €12,30. Ongelooflijk, hè? Op deze kleine boodschappen. Ja, prima. Dus nogmaals, €12,30 bonusvoordelen. Dus ja, je kan absoluut niet sukkelen om hier je boodschappen te komen doen. Ik zeg, het is echt voordelig. Natuurlijk, er zijn prijsstijgingen overal, maar bon, dat compenseert wel. Sowieso, alles is duurder geworden, maar ik zeg €12,30 is toch wel een serieus bedrag.